Aankomende zondag reist de ploeg af naar Leeuwarden voor de burenruzie. Een wedstrijd waar je het voor doet als speler. Ja, is altijd, ik denk dat je voetbal speelt voor zulke momenten. En ja, ik denk dat zo'n wedstrijd zijn gemaakt om veel emoties te leven. En hopelijk kunnen we dat weer doen. Hoe krijg je dat mee, dat het zo leeft hier? Nou, eigenlijk vanaf het begin krijg je het gewoon te horen. Ook zeg maar, als je de fans hoort, zeg maar, met, dat eigenlijk zeg maar, Heerenveen gewoon over Cambuur is. Dan weet je wel van, ja, dat het heel erg leeft hier. En het is ook mooi om gewoon mee te maken. We weten hoe belangrijk en hoe het leeft hier met deze wedstrijd. En ja, we moeten gewoon klaar zijn voor deze wedstrijd. Een van de spelers die zich kan klaarmaken voor de Friese derby is Jay Nunnally. Hij voelt zich helemaal thuis in Friesland. Toch rijst de vraag, wat wist hij al van de Friese derby? Ja, ik wist natuurlijk dat het heel erg leefde hier in Friesland. Ja, ook van beide kanten dat het gewoon ja, echt gewoon een strijd is. En het is mooi om deze te spelen, ook deze derby. En persoonlijk, je bent nu een dikke maand in Friesland. Hoe bevalt het voor je? Ja, het bevalt goed. Zeker is even wennen natuurlijk als je van de randstand komt. Maar ja, het is gewoon goed. Het bevalt goed. Ik speel. Het is gewoon goed in het team. Dus ja, het is goed voor mezelf. En je bent weer terug naar lang blessureleed. Is dat een soort opluchting dat je dan weer speelt? Ja, het is natuurlijk een opluchting om weer te spelen. Maar het is nu ook gewoon zaak om weer echt wedstrijdfit gewoon goed te worden. En dat ik gewoon weer echt 100% mijn spel kan spelen. Dat gaat elke week steeds beter. Dus ik hoop om dat gewoon zo door te zetten. En ook richting zondag gewoon weer een volgende stap te zetten. Ook Anas Tahiri is een vaste waarde. De middenvelder speelde de afgelopen 4 wedstrijden. En blijft kritisch op zijn eigen spel. Ja, het is altijd lastig om 4 wedstrijden na elkaar geen punten te nemen. Maar als ik moet naar mezelf kijken, ik blijf altijd, probeer altijd heel kritisch tegen mezelf te blijven. En, ik kijk alle mijn beelden terug naar een wedstrijd. Ik kan altijd beter, ik weet wat ik moet beter doen en ik weet wat is al goed. En ja, ik denk dat ik weet wat ik moet doen en wat ik moet verbeteren. Je hebt in je Heerenveenperiode heb je 2 keer gescoord. Ja, tegen wie? Ja, tegen Cambuur. Haaien. Voorzet van Haaien, die is goed. En de kans en de goal voor Heerenveen. En dat is een hele mooie treffer van de thuisploeg. Anas Tahiri opent de score in de 2e minuut. En doeltreffend op zijn rechter. Fraaie goal. Bos schiet door. Tahiri aannemen en uithalen. Met links. En die vliegt erin! 2-1 Tahiri! En blijkbaar brengt Cambuur het beste naar boven in Tahiri. Ik vind het zo mooi om in zo'n wedstrijd te scoren. De emoties zijn 10 keer hoger dan een andere wedstrijd. Dus ja, ik ben blij dat ik zo'n mooie moment heb al kunnen leven. En natuurlijk weten we wel dat het gewoon belangrijk is, ook voor ons gezien de situatie, dat we gewoon ook moeten winnen. En dan denk ik dat deze wedstrijd gewoon op tijd komt en gewoon dat we er heel erg klaar voor zijn om dit te spelen.